echt oppassen dat ik niet heel lang doorpraat over auto's. Maar toch nog even over auto's. Volvo's. Ik ben geen echte kenner, maar ik heb begrepen dat de markt in het Midden-Oosten voor Volvo zo klein is dat ze geen auto's hebben uitgebracht die voldoen aan de GCC-specs. De Groove Cooperating Council landen die hun eigen specificaties hebben gemaakt waar een auto aan moet voldoen. En een aantal daarvan verschillen van de Europese vereisten. Zo staat er in de specificaties van de GCC dat een auto helemaal geen mistlamp nodig heeft. Koop je dus een auto in de GCC, dan zul je in Europa de voorzieningen moeten treffen om een mistlamp erop te krijgen. Nou, wat ik begrepen heb, is dat Volvo zegt, die markt in het Midden-Oosten is zo klein, daar gaan we niet aan beginnen. We gaan geen GCC-spec auto uitbrengen. We importeren of exporteren naar het Midden-Oosten gewoon ons Amerikaanse model. Guess what? Het heeft in elk geval één voordeel. Amerikaanse auto's hebben ook een mistlamp.